Kunnen luisteren. Luisteren naar omgeving. Ook elke omgeving kan je ook. Heeft een andere klanksfeer, klankkleur. Ja. Ja. En dus bijvoorbeeld met deze blote stok, noem ik maar, dan kan je dus weer andere tonen halen. Ja, soms maak ik dan ufootjes van lichto, hè, van klank bedoel ik. En krijg je weer heel andere tonen. Nou, en de manier van aanslaan, hè, van, en combinaties van schalen. Krijg je weer heel andere tonen. Je noemt het ook dat je soms regenbogen trekt, hè? Ja, ja, dan heb ik een heel setje daar en een setje daar. En dan als ik hier een schaal heb, nou, ik kan het misschien wel proberen, maar ik denk niet dat het pakt, hoor, met die microfoon. Dus, nu is het eigenlijk een soort klankboog. Ja, nou ja, er is gewoon ontzettend veel over klank te horen en door te geven. En ja, met twee stokken kan je al een heleboel bereiken. Je zou nog vanzelf willen draaien in die 45 graden. Oh ja. Dat, en het draaien is dus heel... heel belangrijk hoe je het houdt, losse pols, hoe je stok vasthoudt. En de stok moet ook lekker liggen in je hand. He. Kijk, ik hou hem zo vast zodat je hem ook overal, je geeft namelijk een korte druk, maar overal gelijkmatig druk geeft. En je houdt de schaal 45 graden zo. En wat je in feite doet, is een zencirkel maken, kun je zeggen. He, zo. En heel vaak vergeten mensen te ademen, want in de zaal, dat voelen mensen. Wel, die raken ook benauwd, ja. Als je niet doorademt. Nou, en hoe meer druk je geeft, hoe hoger de klank komt. En dan gaan mensen altijd veel sneller draaien. Nee, je moet juist langzamer draaien. Anders gaat die ratelen. Nou, het is heel belangrijk dat je je schaal dus heel goed leert kennen. En daaruit kan je allerlei klanken halen. En dan weet je van als ik hem zo'n druk geef, dan komt zo'n klank. En als ik minder druk geef, dit en dat. Nou, dat is dus spelen met je schaal. Ja. Okay. Wil je ook iets zeggen over de werking van klank? Want waarom is klank nou eigenlijk zo, werkt het zo weldadig op onze aura of onze energie? Nou, ik denk omdat het dus werkt op die golven, hè, die alfa, beta, theta golven zijn er. En het werkt op je hersencellen. Het werkt op je meridiaanpunten, op je aura, je chakra. En nou, ik heb in het verpleeghuis gewerkt. Daar heb ik activiteiten, een paar activiteitenbegeleiders getraind. Die met klankschalen nu werken voor Alzheimer mensen. En het geeft hun enorm veel rust. Zelfs hele mooie reacties sommigen die al maanden niet meer spraken. En ineens zeiden heel helder dankjewel. Hmm. Of anderen die dus alleen maar die beweging maken helemaal tot rust kwamen. Nou, zulke mooie verhalen. Hmm. En een kind helpen geboren worden daarmee. Dat was heel mooi. Echt allerlei lichtwezens in die zaal, in die kamer was. En dat je dan
een instrument mag zijn, een kanaal mag zijn om dat te doen. Ja, het is heel mooi. Heel mooi, ja. En stervensbegeleiding, ik geloof dat je het later verder ook nog even over hebt. Maar dat doe je ook met schalen, hè? Nou, in zoverre stervensbegeleiding, dat kan ook. Dat hebben we nog niet gedaan. Wel dat we dus net gestorvenen naar het licht sturen. Naar het licht sturen. En... Maar je bent van plan om een stervensbegeleiding opleiding te beginnen? Ja, ja. Ja, en wat is dan het heilzame van de schalen? Nou, ik heb een bijna doodervaring meegemaakt. En daarin heb ik de manier waarop ik speel is eigenlijk hoe ik dat heb ervaren, die bijna doodervaring. En het is eigenlijk juist een hele mooie wereld waar heel veel bang voor zijn. Hmm. En er valt niets bang voor te zijn. En... het is wel zo dat je de mogelijkheid krijgt om jezelf heel snel te vergeven. En dan kan je dus woeps naar het licht gaan. En die klanken is als je dat hoort, of als je het eenmaal in je leven hebt gehoord en je komt tegen je dood aan en je hoort het weer, dan denk je weer, oh ja, dit is heel mooi. Ja. En dan kan je gewoon laten gaan. Is eigenlijk net als een vogel die gaat vliegen, die zijn pootjes optrekt van de grond en die sprong maakt en gaat. En ja, heel veel kunnen die aarde niet loslaten. En we zijn daar ook niet klaar voor nog, vanwege karma of dat soort dingen. Nou, en daarin kun je begeleiding geven. Met de schalen? Met de schalen, maar door naar ze te luisteren. Want schalen spelen is eigenlijk luisteren. Heel veel luisteren. Luisteren naar de klank, luisteren naar mensen, luisteren naar de chakra. Kijk, dat een chakra dicht is, is niet voor niets. Hmm. Ja, dus het is een gegeven dat eerste of tweede, derde, vierde, vijfde chakra dicht is. Maar je moet ook studeren van waar staat die chakra voor, waarom. Je moet het ook samen met elkaar doen. Hè. Ik bedoel, ik zeg niet van dat het daar, want zo is en zo. Nee, ik zeg van, ik heb die chakra gevuld. Met energie, met klank. Het was daar een beetje doffig. En op een gegeven moment gaat het zingen. En dan weet je, nou is hij gevuld. En, maar degene die dus voor de healing komt, is belangrijk dat die persoon weet van, het heeft daar en daar mee te maken. Want de eerste, volgende keer is er nog een bepaalde gebeurtenis. En bom, die chakra is weer dicht. Ja. Dus ja, je kan, ja, precies, bewustwording. Want je kan... Nou, ik kan hartstikke rijk worden om steeds maar mensen hun chakras open te maken en schoon te maken, maar ja, dat heeft geen zin. Hm.